Dames en heren, jongens en meisjes. Ik hoor niet alleen op het podium te staan. Want daar zit mijn assistent Bas Goudaert. Mag ik een applaus? Bas, kom je naar voren. Ben jij er een beetje voorbereid, Bas? Yep. Mooi zo. Weet je aan wie wij het eerste woord gaan geven? Onze voorzitter, Paul de Beer. Allemaal hartelijk welkom. We hebben weer een hele vol programma vandaag. Het is het voorlaatste open podium op 18 april hebben we ons laatste. Dan hebben we op 18 mei ook weer de eindvoorstelling in de zaal. Ik wens u allemaal een heel plezierige avond. Heel veel succes alle optredenden.
voorjaar in die galerie. En het volgende beeld geeft dan een beeld van de hele brug. Ook heel bijzonder. En ik kan daar gewoon uren blijven staan om te kijken. Dus ik word daar helemaal lyrisch van. Zo'n fantastische brug. En wat je met staal ook kan doen. Dat is de Eiffel wel bewezen. Nou, de volgende graag nog. Dus maar even een demonstratie hoe, hoe die brug eruit ziet. Volgende graag. Weer een beetje meer detail.
precisiewerk, dat is allemaal op de draaibank gemaakt. Alles is op de millimeter afgewerkt natuurlijk. Daardoor past ook alles gewoon precies in elkaar. Het is niet een van de makkelijkste ontwerpjes, maar het blijft toch een uitdaging. Ja, dus op het Corbulo, ook met taaltechniek, wat jij leert, heel precies werk, een vak. En daar wil je ook mee door, toch? Klopt. Dat is wat je goed maakt. We konden niet kiezen. En ze mochten er twee door naar de slotavond. En we hebben een wildkaart. Ja, dat is wel mooi. Ja. Zeg maar. Ja, de wildkaart wil ik een enorm applaus voor Christopher de Jel. Op piano. Yeah. En door naar de slotavond zijn de drie zussen. Yay! Fine, Manouk en Julia. En het talent wat sowieso doorging is Judith.